David, de hype train is weer geactiveerd. Hype train. Is de hype train er weer? Hype train. Hype, hype, hype. Level 3 proberen we nu al te halen. We hebben level 2 gehaald. Dankjewel. En ook Remco, dankjewel voor de 100 bitjes. Zo. This is stopping passenger service. This is a stopping passenger service from Barnet Castle to Bishop Auckland. Calling at all stations. Let the passengers board and proceed to Cockfield. Fel. Cockfield. Doet me denken aan James May. Even kijken, wij zitten hier. Even kijken, trainen hebben we niet. We gaan van Barnard Castle naar Bishop Auckland. Met een Class 105. En het is van British Railways natuurlijk, hè. In deze periode hebben we niks anders dan British Railways. Zo. Die. Deurtjes open. Lampjes aan. Die ook aan. Permission to say cock on BBC 2. The next station, Cockfield. Laat me zo zeggen, ik heb er genoeg van nu al. Hey, lampies. Die doet het. Forward. Ik hoor wat broem, kroem, 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 kroem. Störung. Störung. Störung is er alweer. Dank je, Romy. Oh, iedereen denk ik wel, Jeppe. Zo. Even kijken. Nee, want ik moet die. Gronky Hive. Nou, we hebben nog wat tenders, we hebben een kronk, we hebben een we hebben van alles. Een mooie zoekpoes. Zal het zijn. Zeventig of tachtige jaren. Ik zou het niet exact weten. Het is in ieder geval groen. Dark Vampire Girl, goedenavond en welkom. Een bus die train. Zou me niet verbazen. Oh. Tot tot. Hij heeft er moeite mee. Hij klimt wel, 35. En... Dat was ook weer niet de bedoeling. Gelijk alle lucht dumpen.
Oh, moes. En we gaan naar rechts. Nou, het is net een rokkende potkachel in dit geval. Auto's die lijkt meer jaren 60. Dat is ook een mogelijkheid. Ik heb niet echt het idee. Staat vast wel op de Steam Store page waar die precies welke jaar die komt. 60, 70. Gok het? Ja, sporen zijn mooi. Alles wat je ziet komt in principe, zover ik weet, mee komt met de route. Mee met de route. Het is wel een oude route. Nou, in principe oude route. Maar hij is in 2015 uitgekomen. Maar hij was volgens mij toen ook alweer sinds 2009 in de maak. Dus. Kom op. Ik heb full power, ik kan niet harder. Hoezo frames? Ik heb gewoon 70 frames nu. Ja, een screwkoppeling. Een beetje de standaard koppeling van deze tijd. 45. Ik hoef gelukkig niet naar rechts, dus dat scheelt weer. Maar ja, de train met natuurlijk wel aan, hè. Dat is misschien wel handig. En dan denk ik, dat zijn. Ik heb geen idee, dat ben jij. Ik moet trappen als je wil schakelen. Deze trein heeft geen koppeling. Wat je namelijk doet in principe is, je doet je throttle doe je eraf. Je laat het zeg maar tot onder de, ja, onder de, het oranje gedeelte zeg maar hier zakken en dan vervolgens dan geef je ga je opschakelen en dan doe je de power weer terug, zeg maar. Op die manier koppel je in deze trein. Okay. Hold. Jullie zijn weer scherp vanavond, jongens. Stream loopt telkens vast. Je kunt, ik heb zo net gekeken, ik heb trainscoding vanavond beschikbaar. Dus mocht je jouw telefoon er niet helemaal bij houden, doe even op dat radar-icoontje ergens op je telefoon. Kun je een lagere frame of lagere ja, kwaliteit selecteren. We rijden in the middle of nowhere op dit moment, volgens de kaart. Tot een goede avond en welkom. Maxime Geentjes, goedenavond en bedankt voor de follow. Welkom.
typisch Engels landschap. Oh ja, dat zeker. Dit is wel een van de mooiere Engelse routes. Bergje op, hij heeft er veel moeite mee. Next station, Cockfield. 2 miles. Kijk, een red. Oftewel een class 25. Vervolgens gaan wij naar Evanwood, West Auckland en Bishop Auckland. Over trein in ieder geval geen vlucht. Ja, gisteren is die in Nederland aangekomen. Zal vast over niet al te lang natuurlijk weer zijn rondjes gaan rijden. Omdat het net elke keer is dat het heel even de power nodig heeft, even een paar seconden nodig heeft om wat langzaam te gaan. Ai, ai, ai. Niels, goedenavond en welkom. Zo. Ladies and gentlemen, next station, Cockfield. Zo grappig, volgens mij kun je dat hier niet zien. Als je de Class 101 doet in Trainse World, dan zie je hier ergens zo'n gear zo draaien, zo'n crankshaft.
De Cockfield Fell. Echt serieus, wie deze naam heeft bedacht? Echt, dat kunnen echt alleen maar Engelsen, hè? Echt waar. Nee, dat is een Bjorn niet, is dat hoor. Whitley Bay, new official card, free from Roomby. Council offices, Whitley Bay. Ja, wat een rustiek huisje hier. En dan werkt het lok. Wat een heavy sound. Let's go. Oeps. Dat was de verkeerde toets. We gaan langzaam naar beneden, dus even kijken, even een klein beetje breken erop. Je kunt een beetje in de gaten houden. Eens in de 6 uur komt er een trein. Ja, in principe wel, als volgens mij een kaart. Maar het is ook, zeg maar, in principe, als je ook kijkt, het is gewoon een stuk weiland. En precies in het midden van niks. Met een hoge brug nodig. Holt. Didi Simsloffen, goedenavond en welkom. Zo. Evenwood. Okay. District signal is off. Dus we hebben nog geen rood sein verderop.
Oké. Een hele mooie route, maar een rare trein. Dit is een echt ouderwetse trein. Het is een dieselmechanische trein. Oftewel een trein die heeft, zeg maar, die draait direct de wielen aan in plaats van dieselhydraulische. Ladies and gentlemen, Evenwood Station. Exit is on the left, as usual. Oh jee. En natuurlijk even in neutral. Dan krijg je die weer. Tobias wil een klein beetje letten op het e-boat gebruik. Dat is een klein beetje veel de laatste tijd. Mechanistische trein. Mechanische trein. Buzzelbrils. Ja, de vroegere buzzelbrils. Nou, deze die mogen nog een tijdje blijven staan. Altijd blijven lachen, jongens. Very posh. Scarborough. It's quicker by rail. Natuurlijk de zee en dat zwembad natuurlijk. Jajajaj. Het is zeg maar een beetje laid back en een beetje relaxed, zeg maar. Want het is toch op een of andere manier gewoon. Ja, gewoon leuk. ik kan het niet anders uitleggen. Ik denk dat iedereen hier wel iets met treinen heeft. Het is ook wel leuk om. Even kijken. Evenwood, dan gaan we naar West Auckland. En dan naar Bishop Auckland. Oh jee. Eerst even de breker af. En natuurlijk weer de RPM's opbouwen. Second gear. Third gear. Kun je ook in Nederland spelen? Er zijn genoeg routes in Nederland. Zuidwest, Noordwest, Haarzeld, Oosten van Nederland is de hart van Nederland. Noordoost. De route van Romy is gebaseerd op de jaren 90, op een beetje bij de Vechtellijnen. Natuurlijk het zuiden van Nederland. Zwentvoorkaai is een ontwikkeling. En je hebt een aantal fictieve routes. Het Eidammerland is gebaseerd op Nederland. Krammerdijk is dat land die we zo meteen gaan doen. En fictieve natuurlijk van Koploppenmouw. Dus we hebben genoeg. Voor het geval dat jullie niet wisten, dit is een diesel brick tender, oftewel aangezien al deze wagons ongeremd zijn, zijn gewoon non-breaked, zijn alleen maar met een schuurkoppeling aan elkaar, heeft hij natuurlijk wat extra remmen nodig. Dus vandaar de brick tender. Zo. Ik ben benieuwd wanneer Armstrong eigenlijk een beetje komt met hun deel 2, volume 2 van het Last 37. Dus ik hoop dat daar een beetje de oude in zit. Dat zou wel mooi zijn.
Limit van 20. Kom op. Kom op. Kom. Redden we het? Redden wij het? We hebben het. Weet je wat? We hebben het gered. Ik zeg dat we het hebben gered, jongens. En Prins, goedenavond en welkom. Paprika-trucks. Nee, als er geen spoesjes. Ja, je hebt inderdaad meerdere sites. De Sims, Real Sim en dan Sim Together. Je hebt genoeg sites. Ik denk dat we in keer 3 zitten. Ja, keer 3. Volgens mij is dit tegenwoordig een voetpad of zo. Of in ieder geval een voetpad of een fietspad. Rob, goedenavond en welkom. Zodra Rob Tux hoort, dan is die wakker. Nee, versnelling 4. Dit is versnelling 4. Het Armstrong pakket zorgt ervoor dat het op de zon komt, zoals het eigenlijk hoort. Dit is neutraal. En dit is 1. Ja, want als ik hem nu erop zet... Zie je? Dan gaat hij gelijk door. En dat duurt even voordat hij weg is. En ik vergeet de remmen. Dankjewel. Oh jee. Hi Gronk. Hi Station. Op ons goodbye. Niks aan de hand. Moet je eens kijken hoe wij binnenkomen. Precies op dit. Heeft de krop nog wat opgehaald? Wat een precisiewerk. Die schaviesweet die was overkomen. Vroom. Het leek Kendor. Gaat hij de rest toch nog aankoppelen? Waarschijnlijk wel.
Oké. Ik vind het allemaal prima. Deurtjes zijn dicht. Remmen eraf en we gaan door. Dankjewel, Tom. Zo. Jansen met de lading voor me. Nou, ik heb het niet gereden, hè. Dat was iemand anders. Oh, naar Bishop Auckland. Trui 007, goedenavond en welkom. En Daan's video's ook, goedenavond en welkom. Wat voor games speel je? Ik speel voornamelijk simulatie games. Train Simulator is natuurlijk mijn hoofdgame samen met Train Sim World. Euro Truck, American Truck. We hebben gisteren wat Minecraft gedaan. Dus zo noemen we dan ook wel eens een keer Formule 1. Eigenlijk van alles. Zolang het een beetje simulatie en transport is, of dan. Daar ben ik er voor in te vinden. Kijk, een kronk. Activity. Natuurlijk, inderdaad. Hoe kan ik de hunten vergeten? Rackfest, inderdaad, natuurlijk ook. Ja, ik doe in ieder geval op stream. Doe ik de hunten en de rackfest niet. Ik doe natuurlijk de hunten, rackfest, farming. Dat doe ik allemaal samen met Ruk op zijn kanaal. RC22 doe ik zelf niet. Ik heb het vroeger wel gedaan. Ik vond het vroeger ook heel erg leuk. Ik vind het nog steeds op zich wel leuk om te doen. Maar het gaat mij een beetje te snel. Speed limit is 25. Ik denk de second keer dat dat wel goed genoeg is. Wij gaan hier naar rechts. Of links. Was ik rechts. Trui, bedankt. Bedankt voor je comment. Ik hoop dat je het leuk vindt. Sowieso. Je bent altijd welkom. Als je wilt, kun je dit niet doen, gelijk door naar de volgende. Dat is ook mooi van TS. Sporen komen in zicht waar tegenwoordig nog spoor ligt. O jee. Dat was die te bedoelen. Speed limit is 30 upcoming. Hold. Een beetje erop. Het is even wennen, want ik heb al een tijdje niet gereden met een self-lapping brake. Dit is namelijk een self-lapping brake. Je moet namelijk jouw... je hebt namelijk daarvoor een release position, een hold en een apply. En je moet zelf weten hoeveel je erop doet terug naar hold. Anders dan blijft hij maar doorgaan.
Bijvoorbeeld een klein beetje apply erbij. Terug naar hold. En release. Terug naar hold. Nu even naar neutral, dat komt wel goed. Ron? Cleared for Bishop Auckland, platform 1. Ladies and gentlemen, next station will be Bishop Auckland. Bishop Auckland will be the terminus of this train. Thank you for traveling with British Railways in the 1960s, 70s or 80s. Ja, Sput is inderdaad een bijnaam. Well done, thank you for driving.